Vandaag is de dag dat we launchen en vandaag mag iedereen weten dat we bezig zijn met die ondernemerschapstrainingen. En ik ben enorm blij dat u investeert in uzelf. Want dat is het belangrijkste. Hier begint het. En ik zeg altijd, investeren in uzelf is de toekomst voor Suriname voor morgen. Inderdaad, het ministerie is gestart met een traject van landelijke ondernemerschapstrainingen. Dit initiatief bestond al. Het was een programma dat het ministerie al uitvoerde in het verleden. En we hebben voorgenomen om hem weer in te zetten. Omdat er behoorlijk veel behoefte is aan ondernemerschapstrainingen. We merken dat vooral bij de kleine ondernemers er nog niet voldoende kennis is over bepaalde onderwerpen binnen ondernemerschap. Zoals de basisbeginselen van ondernemen, businessmodellen, volgens welke businessmodellen kan je werken. Hoe doe je een kostprijscalculatie? Hoe doe je aan risicomanagement? En er is bijzonder veel animo ook voor deze onderwerpen vanuit ondernemers. Dus vandaar dat wij vanuit het ministerie hebben voorgenomen om dit traject weer in te zetten, waar we het hele land intrekken om de trainingen te verzorgen. Nou, we hebben een oproep geplaatst. En we konden niet iedereen faciliteren. We zullen de groep in meerdere trainingen moeten opsplitsen. En dat is maar bij de eerste oproep. Dus we gaan nog verder doortrekken. We hebben ook een bestand van ondernemers bij het ministerie die zich ook hebben opgegeven. Dus ja, het is wel minder dat we niet iedereen tegelijk kunnen faciliteren en dat we bepaalde mensen op een wachtlijst hebben moeten plaatsen. Maar we hebben wel een wachtlijst van tientallen mensen. Ja, er is gekozen voor kleine ondernemers en potentiële ondernemers. Dus degene die eigenlijk de kennis nog niet in huis hebben, want de grote ondernemingen die weten al hoe je een kostprijscalculatie maakt. Dus het gaat echt meer om de startende ondernemers en de kleine ondernemers die willen gaan naar groei van hun onderneming, van professionalisering van hun onderneming. Waar deze onderwerpen eigenlijk nog te pas komen. En dat zijn de basisvaardigheden van ondernemerschap. De grote bedrijven zijn niet op de basis. Dus we hebben echt gewerkt met kleine bedrijven, microbedrijven. En de mensen die een onderneming willen starten, maar nog niet zo ver zijn. Maar alvast hun kennis willen verrijken van ik wil starten met ondernemen. Hoe doe ik dat? Wat is de beste manier om dat te doen? En daarom hebben we dus de basisvaardigheden. Dat is opgesplitst in verschillende onderwerpen. Waaronder de grondbeginselen van ondernemerschap, kostprijscalculatie, businessmodel Canva, ondernemersadministratie. Eigenlijk de belangrijke zaken om te gaan tot het streven van elke ondernemer. Dat is winst. Nou, minister Kuldeep Singh zegt dit in elke toespraak. Haast elke toespraak. Het KMO, klein en middelgroot ondernemerschap, is de ruggengraat van onze economie. En we zijn een importland, we moeten in een richting gaan waar we de verhouding tussen import en export kunnen gaan stabiliseren, kunnen gaan evenaren. Het is heel ambitieus, maar als we onze eigen ondernemers, in het bijzonder de kleine ondernemers, stimuleren, ondersteunen, faciliteren, dat zij kunnen groeien tot grotere ondernemers, dat ze onze schappen kunnen voorzien van lokale producten, dan zijn we een stapje verder. En klein ondernemerschap, het is een stukje zelfredzaamheid. En dat is enorm belangrijk, omdat we hebben de pandemie achter de rug. Je merkt dat het leven, het ondernemen, het verdienen, het is niet voorspelbaar. Er kan altijd wat op je pad komen. En kleine ondernemers zijn mensen, zijn personen, zijn diensten. Of ja, dat doet aan zelfredzaamheid. Je hebt geen overheid nodig. Je hebt alleen kopers nodig. En om die kopers te vinden zijn er strategieën, zijn manieren die je in trainingen kan vinden, zoals deze training vandaag.